Zo, nou, eens even kijken of we een filtertje erbij kunnen plaatsen. Kijk, daar is hij al. En ik zat te denken, als we hem nou eens hier zouden zetten, volgens mij zit hij dan hartstikke mooi. Nou, het nieuwe filtertje zit erop, maar ik heb ook gelijk maar even naar het oude filtertje gekeken. Dat ziet er niet echt helemaal lekker uit. En als je dan kijkt in het filterhuis, nou, dan hoor je daar ook niet vrolijk van. Dus dan ga ik ook maar even eraf halen en dan helemaal schoonmaken. In het oude filterhuis zit toch een verwisselbaar dieselfilter. Dus die moeten we ook maar eens kijken of we die ook nog kunnen vervangen. Zo, we hebben dat ding eraf gehaald. Filterbak. Kijk, daar komt hij vandaan. Even mee naar de blauwe loods. Nou, start er maar. Daar gaan we. Even kijken of hij het gaat doen. Nou, dat zullen we hem eerst even uittrekken. Nou, toch niet hoor. Het is alleen als hij echt koud is. Kijk, we hebben nu een filtertje hier zitten. Hier kun je zien of er water in zit. Het is wel een dubbeltje diesel. Geloof ik hier in. Nou, dan kunnen we zo de zaak weer opruimen. Zo, de zondagochtend nuttig gebruikt. Het filter zit erop. Nog wel een klein beetje nawerk, want er lekt nog een druppeltje hier en daar. Er moeten nog een paar koperen ringetjes worden vervangen. Koperen pakkingringetjes. En kijk, daar zie je het glazen filterhuis. Als daar water in zit. Dan kun je het aftappen door een klein plastic kraantje, een soort plugje te draaien onder en dan laat je het zo eruit lopen. Succes!